producten. Hier is Sally. Hi Sally. Je gaat nog niet vertellen dat je ons weer gaat verbazen deze week. Ja, dankjewel Mike. Overigens een warm welkom. Dankjewel. Het wordt fantastisch. Ik heb iets geweldigs, Mike. Oh ja? Nou, je hebt elke week wat geweldigs. Maar deze keer is het een spray. De S-Check. Hé, hey, nou ga je te ver, hè? Wat wil je daarmee zeggen? Wat gaan we hiermee beleven? Wat denk je, Mike? Is het voor insecten? Nee, Mike, dit is een anti-overspelspray. Ben je benieuwd hoe het werkt? Een anti-overspelspray? Het is niet te geloven. Amazing Products verbaast keer op keer. Hoe werkt het? Mike, kijk naar het volgende filmpje en het zal je helemaal duidelijk worden. De S-Check anti-overspelspray is een uitkomst voor mensen die geen privédetectieven kunnen betalen of die om andere reden zelf hun huiselijke problemen willen oplossen. Deze dame verdenkt haar echtgenoot van overspel. Ze spuit de S-Check anti-overspelspray stiekem op zijn onderbroek. De spray is geurloos, smaakloos, kleurloos en geeft geen onderhuidse irritaties. Dit product is dus voor iedereen geschikt. 2 jaar geleden ontdekt in Japan, nu hier in Nederland, al een groot succes. Het Japanse bureau Tantaisha uit Osaka verkocht in korte tijd enige honderden spuitbussen S-Check. Een geweldig resultaat wat in Nederland zeker geëvenaard zal worden. We nemen de proef op de som. De echtgenoot in ons filmpje weet niet dat zijn vrouw zijn onderbroek heeft ingespoten met S-Check. Zonder iets te vermoeden geeft hij zich dan ook volledig over aan een liefdespel met zijn secretaresse. De gevolgen zullen dramatisch zijn, want de S-Check doet altijd zijn werk. Onze echtgenoot weet nu nog niet dat zijn liefdesappen ervoor zullen zorgen dat zijn geheime affaire aan het licht zal komen. Dat wordt lachen. De S-Check maakt gebruik van hetzelfde principe dat door rechercheurs wordt gebruikt bij zedendelicten. De werkzame stoffen in S-Check reageren met sperma. En zie daar, de onderbroek verkleurt. De test werkt altijd omdat er bij iedere man tot 2 uur na de geslachtsdaad nog sperma uit de urinebuis lekt. S-Check, uw huwelijk kan niet zonder. Bel nu! Wat een geweldig product, Sally, niet te geloven. De liconstructie-sift van vele weken is er niks bij. Inderdaad, Mike, maar je hebt zeker wel een vraag. Ja, werkt dit product ook bij vrouwen? Die vraag had ik wel verwacht, Mike. Daar hebben we een andere versie voor van de S-Check. Dat gebruik je 's morgens op de sokken. Spray ze in en mocht je vriendin ze die dag hebben uitgehad, dan ga je dat merken door de andere spray er overheen te doen en ze zullen verkleuren. Niet te geloven. En dat voor een geweldige prijs, dames en heren. Als u nu zit te kijken, zal ik zeker maar bellen. Hebben we nog iets te melden? Ben jij misschien ook benieuwd wat het kost, Mike? Natuurlijk, voor een prijs van 29,95. Als u nu zit te kijken... Voor de prijs van 399 gulden heeft u dit anti-overspelpakket zo in huis. En check ook voor u. En hoe denken de gebruikers erover? Dat wil ik zeggen. We hebben een aantal mensen gepaard om kritisch te kijken naar dit product. Het is een geweldig product. Het anti-overspelspray. Het is geweldig. Het is niet te geloven. Het is super. Het is zeer, het is soepel. En het geeft geen pukkels. Het is zacht. Ja, de studio, dames en heren. Het is geweldig. De S-Check is zeer populair. Maar Sally, heb je nog een nieuwtje? Ik heb nog iets te vermelden. De S-Check is niet alleen in sprayvorm te verkrijgen, maar ook in crème. En hoe dat werkt, ja, dames en heren, hoe niet dat te werkt, geloven. Dat kunt u natuurlijk zien op de meegestuurde instructievideo, geloof Mike. Geloof het niet. Het is gelooflijk. Het is waar. Heb je nog verder nog een enkele tip voor onze kijkers die nu op dit moment willen gaan bellen? Wat dacht jij, Mike? Voor de mensen die snel reageren, heb ik een cadeau. Het houdt niet op. Vertel, welk cadeau? Het is namelijk deze spray, de Venomen. Als ik dat opspuit, zullen alle vrouwen gek op je worden. Een extra stift voor eenzelfde prijs niet te geloven. Demonstreren. Dames en heren, dit was Amazing Product. We hopen dat u volgende week weer kijkt. Oh my. Stilte. Oh my. Ik ruik het niet, maar mijn hersenen die worden geprikkeld. Het werkt, het werkt. Het moet ook werken. Ik wil je, Mike. Oh, Mike. Ik wil met je trouwen. Verdenkt u uw partner van ontrouw? Bestel dan nu de S-Check anti-overspelspray met instructievideo. Red uw huwelijk, aarzel niet. Bel en bestel. Als u nu belt, krijgt u deze fantastische set binnen 72 uur in huis. Dit alles wordt u aangeboden door Mike en Sally. Ja,
Ja, we hebben weer gelachen. Dat mogen duidelijk zijn. Maar de vraag is, bestaan die producten die hier zeg maar te koop werden aangeboden? Ik begin eens bij Bridget. Ja. Jij zegt dat bestaat. Waarom ja. denk je dat? Nou, omdat sowieso Telcel natuurlijk veel uit Amerika haalt. En de Amerikanen zijn gek genoeg om dit soort dingen te ontwikkelen. Mm-hmm. En ik denk dat het daardoor waar is. Nou, het werd beweerd in het filmpje dat het vanuit Japan kwam, hè? Ja, nou, die zijn ook wel vreemd, hoor. Ja. 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 Doen ze ook hele rare dingen. Dus jij denkt dat dat wel bestaat? Ik denk dat het wel bestaat. Ik weet niet of het ook echt in sprayvorm en alles is, maar het middel bestaat. Ja, ja, daar gaat het om. Ernst Daniel. Ja, als de Viagra bestaat, bestaat dit ook. Ja, je bent ervan overtuigd. Ja, absoluut. Ik bedoel, net wat je zegt, mensen zijn gek genoeg. En die zijn altijd belust op weer iets. En daar ontlenen dit soort maatschappijen natuurlijk een bestaansrecht aan. Dus nee, ik ben overtuigd, het zal absoluut bestaan. En denk je dat het echt werkt? Viagra werkt, ja. Ja, nee, de anti-overspelspray. Het zal. Ik denk dat inderdaad, ja, het zal. Goed. Iemand die alles weet over overspel is natuurlijk Christine van Horst. Zo. Het afgelopen jaar in Nederland zijn 2% van de mannen en maar liefst 1,5%, geloof het niet, van vrouwen wel degelijk vreemd gegaan. Nou is er dus inderdaad blijkbaar een hele grote markt voor een overspelspray. Maar heeft dat nou daadwerkelijk zin? Ik heb geen idee. Ik hoor in ieder geval niet bij die 1,5% van de vrouwen die het ooit heeft hoeven te gebruiken. Alhoewel ik die 2% van die mannen daar wel degelijk een keer op heb kunnen betrappen, zelfs in mijn privéleven. Ik heb de spray nog nooit gebruikt, maar hetgene wat jullie net hebben gezien in het filmpje is dus wel degelijk waar. Ja, ja, het is waar. Wij hebben het gevonden in een tijdschrift, That Giveaway, wat een beetje neerkomt op betrapt. It used to be lipstick on your collar that... Colored Tall Tales, kon niet helemaal goed lezen. Dus ooit was het lippenstift op het bordje. Nu kun je gewoon de S-check gebruiken en kom je er op die manier achter. Het wordt inderdaad gebruikt, die techniek, door de politie bij zedendelicten. Dat heet daar de acid phosphate test. Dat is echt waar. En het heeft te maken inderdaad met een bepaald enzym in het sperma. Dus het is echt waar. Ja, ik was perplex. Jullie zeggen, ja, natuurlijk. Ik wist niet dat het bestond. Goed. Nou.